Yes, yes. Mijn naam is Lloyd de Meza en welkom bij Swish, de Urban Music Show. Vandaag hebben we een hele toffe show. We hebben Robin van Roosmalen te gast en we hebben Shanti, een zangeres uit Sint Maarten, hebben te gast. Welkom bij Swish, hier zo bij Auto Haag Sail in Leiden. Let's go! Ja, en we gaan beginnen met openingsnieuws. Vorige week, of een paar weken geleden, heeft Rotjoch een ridderlijke onderscheiding gekregen op Koningsdag. Ja, wisten jullie dat? Ja. Die man die heeft een ridderlijke onderscheiding gekregen voor 1-1 bars. Want dat heeft zoveel teweeg gebracht binnen in de samenleving. Especially voor de artiesten en producers en alles erop en eraan die naar zijn show zijn gekomen. Dus dat vind ik wel een dingetje. Is dope, toch? Ja, ja. Make it moves. Black excellence. En wat ik ook even wil belichten. Het is een dingetje wat wel een tijdje geleden is gebeurd, maar het is ook wel leuk om het naar voren toe te brengen, is SBMG. SBMG heeft namelijk voor 64 huizen in het binnenland van Suriname, hebben ze voorzien voor stroom. En dat hebben ze gedaan met hun eigen fonds, ze zijn erheen gegaan en ja, het is gewoon dik. Als je een artiest bent, vind ik, ja, dan is het toch ook een klein beetje je plicht om wat terug te geven, of niet? Ja toch? Ja. Respect, precies die. Hey. Dit is gewoon echt het meest bizarre nieuwtje wat ik heb gehoord. Ik moest het even benoemen. De Lidl. De Lidl gaat wiet verkopen. De Lidl verkoopt wiet in Zwitserland. Serieus? Ja, het is serieus. Het is echt serieus. De Lidl gaat verpakkingen van 1,5 gram cannabis verkopen. En het gaat om de lichte variant. En het bedrijf Turgu gaat het doen. En ja, het wordt gewoon door eigen geteelde wiet wordt het gewoon. Dat is wel bizar, hè? Vandaar dat al mijn vrienden gaan apres-skiën. Dat is het dus. Afgelopen weekend is ook bekendgemaakt dat rapper Brainpower een Global Peace Song Award heeft ontvangen. En dit is natuurlijk groot nieuws. Die heeft hij mogen ontvangen in Amerika. Samen met Orange Grove en het liedje heet All The Same. Dus als jullie willen, kunnen jullie checken op YouTube. Het is daar, het is dope. Ja. Voor de Nederlander om een award te ontvangen in de States. Swish. En nog iets anders. We hebben net de Phoenix Awards gehad. Hoe dope is dat? Dat is ook weer een leuk dingetje. Paradiso, ja. De Phoenix Awards werd gehouden in Amsterdam, Paradiso. En de grote winnaar die avond was natuurlijk Boef. Want die pakte hem altijd. En ja, hij, waaronder Artist of the Year, Best MC. Maar er waren ook andere grote winnaars. Volgens mij heeft Elias on the Beat heeft een award gekregen. Ronnie Flex heeft een award gekregen. En ja, beste zanger, klopt. Ja, en nog vele meer. En natuurlijk is het altijd dope, want wij zijn ook altijd thuis met Phoenix. Iedereen luistert naar Phoenix tegenwoordig. Dus het is een mooi dingetje. Nou, we gaan verder met de show. Ja, zo, dat was het voor de openingsnieuws. En ik wil even introduceren vandaag mijn co-host. Cher Gooding! Give it up! Ja, ja, ja. Zij gaat vandaag fashion news doen. Samen met Chrissy Jacobs. In the building. Ja. Dus, dit gaat het worden. Check it out. Swish TV. Here we go. Ja, dan zijn we aangekomen bij entertainment news. Hey, ken jij de zoon van DJ Khaled? Natuurlijk ken ik hem. Asad Khaled? Ja, hij is cutie. Hij is cute, hij is zeker cute. Super cute. Hey, Asad Khaled heeft een dikke, dikke verrassing gekregen van zijn vader. Wat dan? Hij heeft namelijk een horloge gekregen van 34.000 euro. Oh my god. Ja, zeker oh my god. Helemaal als je nog niet eens klok kan kijken, want je bent twee. Seriously. Ja, seriously. Maar het mooiste van alles is nog, Khaled heeft... Voor zijn eerste verjaardag heeft hij een horloge voor hem gekocht van $100,000. With the diamonds. With the diamonds in it, everything. Helemaal bezet met diamanten. Ja. Echt een vet cadeau. Ik wil geadopteerd worden door Khaled. Ik ook. Kan Khaled me adopteren? Khaled, als je dit kijkt, adopteer me. Volgroeide man, adopteer me. Lloyd Khaled. Lloyd Khaled. Yes, en dan hebben we heel mooi nieuws over Janet Jackson. Ze gaat namelijk dit jaar de Icon Awards in ontvangst nemen. Wauw. Ja. Ja. Het is al bekend bij de Billboard Awards dat zij die gaat krijgen. En die krijgt ze voor de meest hardwerkende vrouwelijke artiest in de game. En dat kennen natuurlijk ze van de broer. Ja, ja. Michael Jackson, of course. Ja. Super dope.
Maar Janet zelf ook. Janet heeft heel veel gedaan. Echt from way back. Zij is eigenlijk rond dezelfde tijd. Ze is jaren in de game, hè? Al jaren. Dus zij is dezelfde tijd als haar broer. Heeft ze ook haar ding gedaan. Altijd wel een klein beetje om uit zijn schaduw te komen. Maar ik denk dat ze dat wel heel goed heeft gedaan. Ja, vind ik ook. Ja. Dus bij deze, het is hartstikke verdiend dat Janet de Icon Award krijgt bij de Billboards. En eerder hebben Celine Dion, Jennifer Lopez, juist, Neil Diamond en Prince en als het goed is, Cher, die heeft hem ook gekregen. Ja. Dus dat is een hele, hele prestigieuze, ja, hele prestigieuze award en het is verdiend. Ja, en dan heb ik iets minder goed nieuws, want ken jij de rapper Fabulous? Tuurlijk ken ik die. Ja? Die was mijn man crush. Was hij je man crush? Ja. Oké. Rapper Fabulous van de singles Breathe en I'm Into You, So Into You van met Tamia volgens mij. Juist, ja, juist. Ja, dat is de track. Nou, rapper Fabulous die riskeert 10 jaar celstraf. Die man heeft een handgemeen gekregen met zijn ex-vriendin Emily B. Die ook in Love & Hip Hop zit. Ken je Love & Hip Hop ook? Ja, kijk je daarnaar? Niet meer, nee. Why? Ratchet. Het schijnt echt popular. Ratchet is dat ding, come on. Ja. Is dat tof? Love & Hip Hop Atlanta of Love & Hip Hop? Ik kijk allemaal. Oké. Okay. Allemaal. Dope. Nou, het schijnt dus dat hij zijn ex Emily B. Een handgemeen heeft gehad toen ze alle twee in Los Angeles waren. En die man heeft de voortanden eruit geslagen. Dat kan toch niet? Kan niet. Ik vind als man moet je sowieso je handen thuis houden. Dat zeker. Ten alle tijden. En je hebt al alles. Ja. Weet je? Dus waarvoor zou je dat moeten doen op die manier? Hè? Maar ja, hij heeft het dus gedaan en nu riskeert die man een celstraf van 10 jaar. Dus nou, dan gaat je carrière, hè? Dat is niet zo fabulous. Nope. Ja, hoeveel likes kan je krijgen voor een selfie? Het is Rihanna gelukt om 4 miljoen likes te krijgen met een selfie op haar Instagram. 4 miljoen likes. Wat? Dat is veel, hè? Dat is echt veel. Ik krijg er niet eens 50. Wauw. Oké. Rihanna postte een foto van een selfie waar ze in een rokje zit en je ziet dan haar benen en alles erop en eraan. En ja, je ziet, blijkbaar zie je de beenhaar of zo of wat dan ook. En dat schijnt dus een heel gedoe te zijn geweest op social media land. Echt waar? 4 miljoen likes. Wauw. Dat is echt veel. Dat is crazy, man. Oh. Een van haar fans schreef zelf, oh my god, ze is zo menselijk. Was ze alien dan? Ik denk het. Als ze mijn benen zien, dan is het gelijk Chewbacca van Star Wars. Tell me what you want, what you really, really want. Ken jij dat nog? Tuurlijk ken ik dat nog. De Spice Girls. Hey, de Spice Girls komen dus terug. Ze hebben het pas geleden aangekondigd. De Spice Girls are back. En dit keer komen ze niet terug om een tour te doen. En ze komen ook niet terug om een album te maken. Ze hebben een hele, hele dikke deal gekregen in China. En ze gaan waarschijnlijk iets doen op tv. Maar de details zullen we nog horen. Dus ja. Yeah. If you wanna be my lover. All over. Ja, dan zijn we aangekomen bij sportnieuws. Een week geleden heeft de wereldkampioen en vedergewicht boksen, tweevoudig wereldkampioen en vedergewicht boksen, Gervonta Davis, is gesprongen tussen een handgemeen van twee vechtende mannen. De ruzie van de mannen vond plaats op de parkeerplaats van een Las Vegas stripclub, waar Gervonta aan het chillen was samen met andere bokslegende Adrian Broner. Het ging er zo hard aan toe dat Gervonta ertussen is gesprongen om de gemoederen te bedaren. De eigenaar van de club was hartstikke blij, want ja, zijn security hoefde er niet bij te komen. Rico Verhoeven versus Mladen Brestovac. Zaterdag 2 juni stapt de Glory zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven in de ring samen met Kroatisch Muay Thai kampioen Mladen Brestovac om zijn titel te verdedigen. De twee titanen zijn geen vreemden van elkaar, want ze hebben elkaar al bevochten in Parijs 2016 en toen won Rico op punten. Glory 54 vindt plaats in Birmingham, Engeland. 2 juni, check het dus. We zitten hier met drievoudig wereldkampioen Robin van Roosmalen. Hoe is hij, man? Hartstikke goed, dank je. Ja, hartstikke bedankt voor het uitnodigen. Ja, het is de eerste episode, man. Het is dope dat je er bent. Hartstikke tof. En we zijn hartstikke blij dat we je mogen ontvangen bij Swish. Hoe is het met je en hoe heb jij je laatste overwinning gevierd?
Ja, alles is goed. Ik heb nog nooit niks op de planning, dus ik heb mijn afgelopen overwinning heel goed gefeed. Ja? We hebben altijd iets wat ik altijd doe, dat is altijd pizza en whisky drinken na de wedstrijd, ja, omdat ik zo lang niet kan. Ja, dus, omdat je lang geen pizza hebt mogen... Nee, ik ben altijd lang aan het diëten, niet op stap, niet drinken. Dus gelijk dus... hardcore, gewoon gelijk een dikke carbom erin. Precies, bij ons whisky. Alles of niks, dus ja, gelijk alles dan. Dat is wel lekker, dat is wel lekker. Ja. Je wijkt nooit af van de traditie? Is het altijd pizza en whisky? Nee, het is altijd pizza en whisky. Dat is toch wel de traditie. Okay. Die dingen die moeten gebeuren, dus dat gebeurt ook. Wel dope, man. Dus gebeurt dat gelijk na je wedstrijd? Staat het al te wachten? Of? Nee, dan nog niet. Nee. Dan heb ik nog dingen die ik moet doen voor de organisatie. Maar een uurtje later is meestal wel de planning. Okay, Dick. Ik ben echt blij dat je hier bent, man. Wat ik ook wil weten is... want ja, je hebt... Je bent als vechter altijd prestatiegebonden. Hoe ben je omgegaan met het verlies van je titel een paar jaar geleden? En hoe gebrand was je om hem weer terug te winnen? Ja, ik was natuurlijk heel teleurgesteld in mezelf, vooral toen ik de titel verloor. Mm-hmm. Het was sowieso hier in Amsterdam voor eigen publiek, dus dat was, was een extra domper. Ja, ik heb het gevolgd. Ik heb het gevolgd en ik kon het ook wel van je aflezen dat je echt, ook de manier waarop die hele partij gelopen was, dat je echt zoiets had van, weet je. Hoe heb je eigenlijk gedeeld met dat proces en hoe heb je die rebounds gemaakt, man? Ja, je gaat natuurlijk terug naar de sportschool, gaat met je trainers, ga je even bekijken wat niet goed ging, wat wel goed ging en je gaat dan gewoon hard trainen. Oké. Dit is natuurlijk een standaardvraag die iedereen je gaat stellen, maar... Ja. Wat vind je leuk aan kickboksen en hoe lang doe je het al? Ik doe het nu vanaf mijn 4 eigenlijk, tot mijn 10e. Tot mijn 10e ben ik gaan voetballen. Mm-hmm. Dat kickboksen ik niet meer leuk vond. Dus mijn vader was dus mijn kickbokstrainer van kleins af aan. En toen ik stopte, toen is hij ook gestopt met de sportschool. Even wat over jouw vader, want jouw vader was ook een wereldkampioen. Mijn vader was ook wereldkampioen, ja. William van Roosmalen. Klopt, William van Roosmalen. Ja, we zijn een beetje teruggegaan in het archief om te kijken hoe of wat. Maar het is wel echt super apart, weet je, dat je dat ook weer meeneemt in je eigen leven. Heb je zelf ook kids? Nee, ik heb geen kinderen. Nog niet? Nee, maar als jij een zoon dadelijk hebt... Ja. Ga je hem dan ook groomen om dit te doen? Nee, ik zal hem nooit dwingen om dat te gaan doen. Maar als hij het zou doen, zou ik wel tof vinden en 100% achter staan. Wel vet, man. Ja. Wel vet. En hoe is je band met je vader ook nu in alles wat je aan het doen bent? Dus ja, we hebben een heel goede band. We doen sowieso heel veel samen. We zijn vaak op reis, ondanks de wedstrijden of met trainingen, seminars geven, met dat soort dingen. Dus ja, we hebben een hele goede band. Ook in de vrije tijd, buiten de sport om. Dope. Ja, man. Je hebt het over je vrije tijd, dus dat is mijn vraag. Wat doe je in je vrije tijd als je niet moet trainen? Als ik niet moet trainen, eigenlijk hetzelfde als iedereen anders. Veel met vrienden chillen, op stap gaan. Uitgaan? Zo nu en dan, als het kan. Dat ligt ook weer net aan die balans. En, Ja, dus dan is mijn volgende vraag is ook van, hoe bereid je jezelf voor een gevecht? Hoe bereid je jezelf voor mentaal en natuurlijk ook fysiek? Weet je, wat voor proces ga je onderdoen? Fysiek is natuurlijk vooral het trainen. Mm-hmm. Trainen, vooral gezond blijven. Ja, 2 keer per dag trainen wij. Wauw. En dan voor het mentale gedeelte is het dus vooral, je bent dus continu met die wedstrijd bezig. Dus je hebt ook je balansdingen. Af en toe ontspannen, af en toe niet. Dus, kijk je ook naar bijvoorbeeld partijen van je tegenstander? Meestal als bij je trainings... Heb je zo'n foto ergens hangen dat je gewoon... Boven mijn bed hangen. Op de bokszak gewoon gaat? Nee? Nee, wij kijken meestal gewoon een paar partijtjes voordat we met alles beginnen. Voor het trainingskamp begint, zou ik zeggen. En daarop maken we eigenlijk een plan, een strategie. En die houden we gewoon heel de training aan. Ja, vet. En daar is het een beetje, dus je bent eigenlijk continu mee bezig, vooral met mijn pa als trainer. Dus zodra ik thuis kom, gaat het daarover. Of de sportschool gaat het daarover. Dus het is, ja, dus je bent wel echt intensieve analyse aan het maken. Jawel, het is niet alleen een beetje rammen, trappen en kijken wie de sterkste is. Het is een hele strategie aan vast. Dat denken veel mensen. Veel mensen denken dat boksen, kickboksen, thaiboksen, hoe je het ook wil noemen. Kijk, ik heb in mijn jeugd heb ik het zelf ook een beetje gedaan. Mm-hmm. En het is wel zeker een strategiesport. Je moet naar de openingen kijken, de zwaktes van je tegenstander, hoe hoog tilt hij zijn voet omhoog.
Hoe slaat hij? Hoe beweegt hij? Ja, het zijn allemaal kleine dingen die vaak een verschil maken. Eigenlijk gewoon net een schaken. Zien ze niet. Precies. Ja. Wat voor muziek luister jij als je in de auto zit? Laat me het zo vragen. Wat heb jij nu op dit moment aanstaan in je auto? Als jij je auto instapt. Of het is J. Cole, of het is Drake. Serieus? En vooral die nieuwe van Drake, Nice For What, die draai ik helemaal grijs. Nieuwe Drake is echt super dik. Ja, die is echt tof, ja. Ja man, die track is echt dope. Ik heb laatst zat ik hem zelf ook te luisteren. En dan heb ik nog een vraagje, man. Mm-hmm. Draag je dure merkkleding en wat koop je dan het liefst? Ik ben helemaal niet materialistisch, dus nee. Ik heb drijven van dure kleren, vind ik niet. Mooie kleren zijn mooie kleren, of het nou duur, goedkoop, wat dan ook is. Klopt. Ik vind altijd leuk dat er iemand die... Je hebt wel een dikke klok om, hè? Valt mee, wat? Nee, maar als iemand dure kleren aan heeft en hij heeft geen uitstraling, dan maken die dure kleren ook niet uit, dus ja. Nee, ik vind me in wat je zegt, maar het is altijd een dingetje, hè. Wanneer je bijvoorbeeld bepaalde kleding draagt of een bepaalde auto rijdt of een bepaalde... Het is meer echt een status dingetje. Ja, nee. En je ziet het steeds meer terugkomen. Maar ik denk dat de nederigheid je gewoon ook ziet, man. Ja, Robin, ik wil even terugkomen op het verhaal wat je eerder vertelde over je vader. Ja. Want toen jij stopte, is hij dus gestopt met de gym. Ja, ja, ja. En nu dat jij weer verder bent gegaan, heeft dat hem ook weer geïnspireerd om de gym te openen? Ja, eigenlijk wel. Toen ik tien was, ben ik gestopt met kickboksen. Toen ben ik gaan voetballen. Mm-hmm. Toen is hij dus ook de coach van het voetbalteam geworden. Dat is ook nog grappig. Ik heb geen verstand van voetbal, maar... Toen ben ik om mijn 15 weer terug begonnen, wou ik weer kickboksen. En toen heeft hij de sportschool weer geopend eigenlijk. Dus ja. Het is echt wel vet, man. Echt een goede support system dus ja, achter je. Hij gaat gewoon met je mee wanneer je op het... Ook al kon hij geen enkele voetbaldingetjes, was hij wel gewoon daar. Nee, hij is heel sportief met alles en hij support mij in welke sport ik zou doen, zou hij mij gewoon supporten. Ja, maar het is goed om zo'n support system te hebben. Veel jongeren hebben dat niet, hè? Nee, zo'n support system achter zich, weet je, dat hij toch de moeite neemt om je te inspireren. Nee, zelfs tot nu. Ja, met alles. Vet. Ja, dat is mooi. En dan heb ik nog één... Je hebt iets meegenomen voor ons, ja, man. Ja, ik heb iets meegenomen. Ik heb mijn belt meegenomen. Wow, super dik. Echte stenen? Nee, dat denk ik niet. Was dan maar. Je vertelde dat je hem had laten liggen, waar? Hij lag nog in mijn auto. Maar. Nee, maar vet, man. Ja, vet. Ja. Hartstikke dik. Hey, en hoeveel van deze heb je? Ik heb er nou 7. Dus, wow. Ik hoop nog even door te gaan, maar... Ja? Ja, hangen ze aan de muur? De 4 hangen er aan de muur. Eentje heb ik aan mijn bokstrainer gegeven, eentje aan mijn pa. En deze lag in de auto. Dik. Ja, dat is vet. Wat is je favoriete film? Mijn favoriete film is The Last Samurai. Last Samurai? Ja, vind ik echt tof. Met Tom Cruise, ja, is dat die toch? Kan ik dag en nacht kijken. Ja, die vond ik ook erg vet. Wat vind je van Black Panther eigenlijk? Ik had toen ik in de bioscoop aan het kijken was, had ik meer verwacht dat hij in het verleden zou zijn. Maar hij is een beetje meer in het heden. Maar ik vond het wel een toffe film. Oh, dus je bent een Marvel-head. Je kent de boeken, de strips. Ik ken het wel een beetje. Ja, ik hou wel van die dingen. Okay. Ja, ik hou wel van die dingen. Dus. Het is ook toch wel een beetje een voorliefde van ons. Dus het is. Ik vind het altijd heel vet, weet je, om. Je ziet bepaalde dingetjes terug in Marvel. Ja. Die helemaal intertwined zijn met elkaar. En vaak. Wat je ook ziet is de rebounds, net als wat je zegt, toch? Mm-hmm. Weet je, van de anti-held die dan de held wordt, weet je? Precies. Dus dat is wel vet. Speel je videogames? Nee, eigenlijk niet. Jij bent eigenlijk echt de eerste dude die ik ken die geen games speelt. Ik heb zelfs nog een PlayStation 2 of 3 thuis staan. Kijk, zo erg is het. Die grijze gewoon nog. Kijk, het is ook zo erg. Kijk, als we draken aan het begin, dan... Stop ik niet, dus daarom wil ik er niet aan beginnen. Okay. Als ik in de wedstrijd voor de wedstrijd in training ben, ik denk maar ja, ik doe één spelletje, maar dan ken ik mij, dat kan ik niet stoppen als ik verlies. Maar het is toch ook wel een ding, want veel mensen die spelen dus ook wel eens games, mm-hmm. gewoon om eventjes te ontspannen en eventjes gewoon alles los te laten en gewoon, je weet toch? Maar daar heb ik dus niet, want zodra er komt weer die winnaarsdingen naar boven. Zodra ik een spelletje verlies of niet gaat, dan blijf ik doorspelen. Gooi je met je joystick. Dat ook. Mijn pa en ik speelden vroeger altijd Tekken, zodra er verloren. Ja, er zijn heel veel joysticks kapot gegaan, geloof ik. Ik ken het. Ik heb maandelijks wel een nieuwe joystick moeten kopen.
Ja, wat staat er in op de agenda voor Robin van Roosmalen, man? Wat komt eraan? Op dit moment nog niks concreets, nog niks vast, maar ik ben hem aan het plannen en waarschijnlijk wordt het in juli. Juli, dope. In juli, ja. Dus in juli. Ga jij zelf een uitdaging zoeken of word je uitgedaagd? Nee, ik word uitgedaagd en de Glory zoekt voor mij de juiste. Dus ik ben aan het wachten, ik ben benieuwd. Oké, ja, we zijn ook benieuwd, man. Nou, dan gaan we het zien. Ja. Hou ze in ieder geval op de hoogte. Ik hou jullie op de hoogte, ja. En ja, sowieso dope dat je hier bent geweest, nou, hartstikke man. Hartstikke bedankt voor de reiniging, hartstikke tof, man. Dankjewel. Swish. Hey, er zijn een paar nieuwe gadgets op de markt. Ik heb ze gecheckt en de eerste waar ik het even over wil hebben, die is voor jullie vrouwen, is het de doopste uitkomst ever. Het heet de Foldimate. De Foldimate. De Foldimate is een machine die al jouw kleren strijkt en opvouwt. Geweldig, ja. Ja. Komen ze er nu pas mee? Ze komen er nu pas mee. Oh, jammer. Ja. Het is ook goed voor een kledingzaak, hè? Het is wel heel goed voor kledingzaken, maar ik denk dat het nog beter is voor die mannen die, niet kunnen vouwen. Ja. En die hun schoonmoeders nodig hebben om te vouwen. Klopt, ja. Dus nu heb je je schoonmoeder niet meer nodig. Ideaal. Dat is een hele goeie. En de volgende gadget die ik wil belichten is de Spartan onderbroek. Spartan onderbroek. Er is een onderbroek op de markt gekomen die eigenlijk je moet beschermen tegen alle radioactieve straling van je telefoon. Het is een Spartan onderbroek. Deze onderbroek hebben ze ontwikkeld omdat ze erachter zijn gekomen dat via onderzoek dat mobiele telefoons de man onvruchtbaar kunnen maken. Zo, dus dat moeten we niet hebben, hè? Dat moeten we niet hebben. Dus deze onderbroek beschermt jou tegen de straling van je telefoon eigenlijk. Je zaakje. Ja. Wauw, precies die. Wow. Ik weet het niet hoor. Dat ding kost volgens mij de onderbroek €45. Mm. En als je 10 zou halen, krijg je 10% korting. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Ik denk maar dat ik 20 haal. Ja, dus ook vandaag bij Swish, zoals we hebben beloofd, hebben we een hele dope artiest. Ze komt uit Sint Maarten en ze gaat met de naam Shanti. Ze heeft net een nieuwe single uit, Baila. En ja, we vinden het dope om haar in de show te hebben. So, hi Shanti, how you doing? Hi, I'm good. Thank you for having me. You good? Yeah. So, what's up with the big curls? You know, just my parents. Dope. Yeah, I gotta show my roots. Nice. Sint Maarten? Sint Maarten, Danish. Sint Maarten and Danish. Yes. Wow. How did that come together? You know, I don't know, to be honest, but yeah, somehow my Danish mom found herself all the way in the Caribbean islands and met my dad, and nice. Here I am. Now we're talking about the Caribbean islands. So you're from Sint Maarten, and I know you've been through a really, really rough year. Yeah, it's been tough. How did you cope with the whole Hurricane Irma disaster thing? You know, sometimes like I don't even really know how I did it. It was definitely really tough in the beginning because there's like no communication on the island with like anyone. So like I didn't even know like how my parents were for like a week and a half. So it was really hard to deal with that. And then after finding out like everything and really seeing the damage, it was like 90% like destroyed the island. So it was really tough. But me and my friends and my family, like everyone from St. Martin really came together. So that was really nice to see. We all had like fundraisers and everybody really did their best to help each other back home. So it was really nice to see. Yeah. Yeah. So how are your parents doing right now? They're good, you know. How's the house? The house. So yeah, the house was really damaged from Hurricane Irma, like completely damaged. So now it's about rebuilding and getting it back. Luckily, we are able to, you know, rebuild the house. So that's something I'm really grateful for. That's a blessing. And that my parents are okay, you know. And even though I will miss the house I grew up in, I'm really happy that we're able to rebuild. So yeah, they're in the process of that right now. Wow. You made a beautiful song called Don't Give Up to raise funds for St. Martin.
Yes. So how did that come about? So I made a song with Dr. Rum. Mm-hmm. He's also from St. Martin. And yeah, through help from my management and everyone, I got together with this great producer and a pianist, and literally I just wrote what I felt. Literally, like, there wasn't even like hesitation or anything to the song, because it was like 2 or 3 days after, you know, what happened. And it was a way for me to just express what I felt. And then I felt like maybe this could help some people who might be feeling the same way as I'm feeling. And it did. Yeah, it did. Because I saw a lot of comments on Facebook. People left a lot of comments on Facebook and also on your YouTube. Yeah. That's I think a lot of people were heartfelt also about the song, because they could connect with the same thing. Yeah, it was really nice to see that a lot of people were able to connect so much to the song. Yeah, it was nice. Yeah, I will urge everybody to go watch the song Don't Give Up from Shanti. It's really, really, really a dope song, and it's heartfelt, and I think that it will go into your DNA and you will feel it. So the reason why you're also here is to promote your new single. Yes. And your new single is called Baila. Baila. And I heard it like numerous times already. I think it's a hot song. The mix between trap and the salsa Latin thing and the Latin thing is just amazing. How was it for you in the studio to work on that song, and what was going through your mind? Like, because I saw the video, that's a crazy video. Yeah, it's really, really a crazy video, literally. And for the song, it was just, I don't know, like, the song, we made it in the summer with my producer Nino Boy in St. Martin. Yeah. And like, he's Spanish. Mm-hmm. So that's like a bit of the influence. And I just moved back from Madrid, so I was feeling the Spanish vibes. But then we wanted to just, I don't know, incorporate the now with it. And it was just dope to bring like the Latin vibes with the trap. And it was just like, ooh. Well, I think it's a beautiful marriage. Like a trap and the Latin, it all came together. It's a really, really dope song. I want to know what inspires you, and how do you want to fulfill your dream in this, you know, in this upcoming Shanti thing? What inspires me? Literally everything. Mm-hmm. I've always had a very strong love for music since I was very young, you know, so literally I know that is what I must do. Like, I realize that I have to do this, because there's no other way. I won't be happy if I don't do music. So I think that inspires me the most, mm-hmm. is that, like, it's a way for me to express myself when I'm sad, when I'm happy, when, I don't know, I just want to feel something, mm-hmm. I would make music. And my goals are just to inspire others, and definitely to just keep growing and challenging myself, because even Baila was a challenge for me. Like, I never really made a trap song, so it was a bit challenging, you know, and the video is very challenging. It's dope. Yeah. It's really, really dope. Yeah. If I could hook you up with a featuring right now, with which artist would you do a featuring? My answer will always be Beyoncé, but... Oh, wow. That's dope. That's forever my answer, but I mean, I don't know, I would get anyone on my song right now, but I really am into, like, the Afro, I would get, like, a Malik Berry or a Wizkid, you know, so hit me up if anything. Nice. We're gonna get everybody on that Baila track, because that song is pretty dope. Ik ga even switchen van Engels naar Nederlands. Shanti gaan we natuurlijk vet promoten met de nieuwe single Baila. You're an amazing artist. Thank you. Wonderful to have you on the show. Thank you so much. And I hope, I know that it's going to work out. Everything that you're going to do is going to come into fruition. So by this, all the bless. And iedereen, check Shanti. Baila, don't give up. Het is nu op YouTube. Maar vooral Baila is super dope. Check it out, new video. Mm-hmm.
Ik ben Sherelle Goering. Ik ben Christel Jacobs. En wij gaan het hebben over fashion. Festival season is coming, dus willen wij jullie een paar tips meegeven. First of all, de kamelbroeken. Ja, helemaal hot. Helemaal leuk ook. T-shirt, sweater, broek. Heel leuk. En ja, makkelijk te combineren. Ook gewoon met leuke halve laarsjes voor een festival. Top. Of een lace body, om het een beetje stoer te maken. Oh, love it. Ja, ja, heel leuk. Ik bedoel sexy. Ook goed. Ja, sexy. Ja. En ja, de buideltasjes, hè? Ja, buideltasjes, heel handig. Want als dame wil je op een festival niet te veel poespas bij je hebben. Dus leuk zo'n tasje voor je geld, sleutels. En niet te vergeten, dames, de lipgloss. Ja. Ja. En de zonnebril, hè? Oh ja, een zonnebril. Dat maakt je outfit helemaal af. Maakt niet uit, formaat, kleur. Het hoort er gewoon een beetje bij, vind ik. Vind ik leuk. Hoe gekker, hoe beter. Inderdaad. En last but not least, de glow. En hoe noemen we dat ook alweer? De J-Lo glow. De J-Lo glow. En vooral een beetje body glitter. Geweldig. I love it. I love it. Me too. Swish. Hey, dope item net over de fashion. Hier zo met Cher en met Chrissy. Het was super dope. Jullie zijn helemaal up to date wat het moet zijn voor de festival season. We gaan het even hebben over muziek. Er zijn nieuwe tracks uitgekomen. Ik ga ze eventjes belichten. En hier zijn een paar. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar ik ga jullie een paar opnoemen die ik zelf heb gezien. En waarschijnlijk hun ook. Dus check it out. Als eerste op mijn lijst heb ik Cho, Put It On Me. Dit is een hele dikke tune van Cho. Weet je, een nieuwe tune waarmee die komt. Hartstikke dope. En we hebben Boef met Draai Het Om. Draai Het Om. Ik hou ervan. Ik hou er echt van. Hij schreeuwt gewoon. Heel veel billen in de video. Ja, het is echt een clubbanger. En dan hebben we Party Squad met Distortion featuring Lijpen. Trust Nobody. Die heb ik ook gezien. Die is super dik. En natuurlijk SFB met de nieuwe nummer Shut Down. Shout out naar SFB. Dope shit. Een andere track die ook heel dope is, maar die komt vanuit Amerika. Dat is de nieuwe track van Childish Gambino, This Is America. Love Wat it. Een dope video heeft Top. Die man. Wauw. Voelt hem echt. Het is crazy. Het is crazy. Er gebeurt zoveel craziness in die video. Maar zoveel truth. Weet je dat? Hij durft. Absoluut. Childish Gambino, This Is America. En de nieuwe tune van Chris Brown en 6ix9ine, ZZ. Super dope. Check it out. Ga online, ga op je YouTube, zoek het op. Het is right there. Yes. Swish. Met genoegen kondigen wij aan Shanti met haar nieuwe single Baila.
because I'm so icy now. Baby boy, no, you like me now, you like me now. Won't you baila, baila cubana, eh. Let me take you harder, let me love you down, da da da. Boy, baila, baila cubana, let me take you harder, all the way down. Baila, 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 baila cubana, baila, baila cubana, yeah. Baila, baila cubana, baila, baila cubana. Bedankt voor het kijken naar de eerste aflevering van Swish. Het was hartstikke dope. Namens Cher, Christel en Lloyd de Mesa. Ook wil ik jullie bedanken van Auto Haagseel in Leiden en Nipples Media. En vergeet niet te liken en te abonneren. En vergeet ook niet een comment achter te laten. Swish.